Vrijheid betekent voor mij dat ik alles kan vinden en zeggen en schrijven wat ik vind. Zonder dat ik bang hoef te zijn dat iemand daar dan weer iets van vindt waardoor ik in de gevangenis zou kunnen belanden of vervolgd of gemarteld zou kunnen worden. Er zijn natuurlijk wel voortdurend politici die bedreigd worden, dus dat is op zich al een bedreiging in ieder geval van hun vrijheid en een beetje ook van die van ons allemaal. Want met een democratie is het mogelijk om alles aan de orde te stellen zonder de angst te zijn, worden vervolgd, waardoor je ook een diversiteit van stemmen kan krijgen en waardoor mensen zelf hun mening kunnen vormen.